Nou, we zitten midden in de Agniezenbuurt en vier wijze jongens uit de buurt, uit de Agniezenstraat, die zijn langsgekomen om hun mening over allerlei onderwerpen te vertellen en ze stellen zich eerst even voor. Ik heet Ali Emre. Ik ben Hassan. Ik heet Farouk. Ik heet Wilhelm. Dat gaan we nog een keer doen. Je moet gewoon zachtjes praten, anders dan gaat de microfoon kapot. En hoe heet jij, jongen, met je Feyenoord shirt? Ik heet Wilhelm. Oké. Hey, goed, jullie hadden vandaag vier onderwerpen, had ik begrepen. Het eerste was de Eredivisie. Wie wilde daar wat over zeggen? Ik vind dat eigenlijk Feyenoord kampioen moet worden. Ja. Want ik ben ook voor Feyenoord. Maar Feyenoord is eigenlijk slecht dit jaar. Ja. Ja, ze zijn wel goed, maar ze komen nooit op de eerste plaats. Ajax gewoon werd goed. Hey, hoe zou je het nou vinden als we Ajax zouden verbieden? Hoe verbieden? Gewoon winnen. Ajax afschaffen. Ja, goed. Dan hebben we nog iemand. Wie ben jij? Ik ben Redda. Oké. Hey, dan hebben we het derde onderwerp. Dat was jouw onderwerp. Geert Wilders. Oké, wat hebben we over Geert Wilders? Ja, het is niet normaal wat hij zegt. Over Marokkanen, minder Marokkanen. Ja. Ja, stel je voor, ik was Ali B. Ik zeg meer of minder Hollanders. Ja, dat zou ik ook minder zeggen. Ja. Ja, dat zou je ook niet leuk vinden. Nee. Wat vind je nou het ergste ervan? Ja, dat ze zeggen minder Marokkanen. Ja, en als je nou zou zeggen minder moslims, is dat dan minder erg? Ja, nee, maar kijk, Marokkanen kopen heel veel dingen. Dus dat wordt Nederland rijk. Als Marokkanen er niet zijn, dan kopen mensen maar één keer per week iets. Anders krijgen ze niet veel geld. Ja. Met Marokkanen krijgen ze juist veel geld. Hmm. Ja, Marokkanen kopen echt veel. En wat de raarste wat hij zei, zegt hij nog, dat regelen we dan. Dan regelen we dat, ja, dat zei hij ook nog. Hè? Ja. Heb jij hem nou weggegooid of is hij uit zichzelf weg? Hij is bij mij. Oké. Wat vind jij ervan, Geert Wilders? Ja, ik vind het ook niet normaal dat hij dit zegt. Want stel je voor, wij waren Marokkanen hebben gezegd tegen hun, we willen minder Hollanders hier. Dan zouden ze niet leuk vinden. En als wij er niet waren, zou Lidl niet meer nog een keer komen. Zou Bas niet komen. Want als wij dat niet, als wij niet kopen, dan zouden hun niet kopen. En dan zou Bas failliet gaan en zo. En wat hij beschouwt ons en hij discrimineert ons en hij zegt dat wij weg moeten gaan. En hij doet allemaal rare dingen en dan krijgt hij problemen met andere mensen. Oké, hebben we nog een ander onderwerp? Barack Obama. Ja. Nou, wat vinden we van Obama? Ja, hij is een belangrijke man voor de wereld. Ja. Want als hij doodgaat, dan kan er ook gevaarlijke dingen gebeuren. Ja, want oorlog. Nucleaire stof of zo, of gif of zo. Ik vind het ook een beetje raar dat Obama, hij komt hier met 7 helikopters en hij komt met meer dan 200 auto's. Hij komt met zijn eigen eten, met zijn eigen kok, met zijn eigen voertuig. En wat ik leuk vind aan die limousine is, je kan, als er een bom tegenaan komt, net als terroristen, dan gebeurt er niks. En als de banden lek gaan, als ze erop schieten, dan rijdt hij nog 15 minuten. Hij heeft een stevige auto, dat kan je wel zeggen. Hij heeft een professional. Ik hoorde dat er zelfs bloed in zit. Ja. Van hemzelf, stel je voor dat hij... Dat hij een bloedneus krijgt, dan kunnen ze meteen een infuus. Dat klopt. Beetje overdreven, zie je niet? Ja, dat wel. Want niemand doet dat bijna hier zo of ergens anders. Alleen hij, dat is ook logisch. Hij heeft heel veel geld. Ja. Dus. Hey, daar hebben we nog iemand. Hey, vorige keer hadden we het over. Over Turkije hadden we het vorige keer. Over die jongen van 15. En we hadden het toen ook over. Dat Facebook verboden zou worden. Dat is niet gebeurd, maar nu is Twitter verboden. Ja. Wat vinden we daarvan? Ja, ze hebben Twitter verboden, die meneer of zo. Ja, omdat ze rare dingen over hem schrijven. Ja, Erdogan. Maar maar dat kan ook gewoon. Ja, maar waarom moet je daar Twitter dan voor verboden? Nou, dat is wel logisch hoor. Want ze schrijven meer dan duizenden tweets over bomaanslag of dat ik iemand ga doodmaken en dat is logisch. En daarom gaan soms zeggen ze kinderen, ja ik ga bomaanslag op school doen of op die school. En daarom gaan ze juist gaan ze die kinderen eruit halen en gaan ze bewaken tot er iets gaat gebeuren. Ja, dan kan je ook zeggen van bijvoorbeeld, dan gaan ze het dadelijk in een boek schrijven. Dan kan je ook boeken verbieden. Of op televisie. Dan kan je alle televisieprogramma's verbieden. Ja, het gaat toch niet om Twitter of Facebook of. Ja, je moet zulke dingen niet verbieden, denk ik. Ja, dat is wel logisch. Maar om zulke redenen dan is het gewoon wel waar. Ja.